Ik ben DJ en producer van de meeste elektronische dance. Ik doe ook andere dingetjes naast pop een beetje en een beetje filmische muziek. En dit is eigenlijk mijn werkruimte, dus hier zit ik veel. Lekker muziek te maken en dan daar is mijn game room. En hier heb ik allemaal consoles. Ik heb ze allemaal aangesloten, ze werken allemaal als het goed is. En ik heb ze allemaal laten RGB modden. In de Sega Master System zit de DFM chip bijvoorbeeld ook nog. Nou goed, dit is dus de Famicom met de disc system eronder. Die klinken dan anders dan op de Amerikaanse en Europese Nintendo. En dat is heel tof. En hier begon het natuurlijk al mee. Deze heb ik ook nooit vroeger gehad hoor. Dan hier de Master System. De allereerste model, die vind ik het vetste eigenlijk. Mega Drive met de Sega CD Expansion. Sega Saturn. Dan de Dreamcast. En mijn oude PlayStation met een heel mooi Spider-Man sticker erop. En PlayStation 3. De DOR, PC Engine. Vind ik het echt een heel tof systeem. Terra Drive van Sega, die kan dus Mega Drive games spelen hier, maar het is ook een PC. Ja goed, en die werkt dus allemaal. En dan is het gewoon een controle pakken, game erin en dan spelen. Ik was vroeger al helemaal gek van gamen en ja, dan heb je natuurlijk niet het geld wat je nu hebt. Of tenminste, je kon dat niet veroorloven om alles te hebben. Of je hebt een magazine waar je in keek, nou, dan moest je een besluit nemen van koop ik bijvoorbeeld Michael Jackson Moonwalker of Art Alive, had ik vroeger. En ik moest en zou Art Alive hebben. Mijn moeder zei al van koop dat nou niet, dat ben je na een half uurtje op uitgekeken, zo'n tekenspelletje. Ja, dan kocht je dat, nou was je 100 gulden kwijt of misschien wel meer. Dan was je na een half uurtje klaar. En denk je, ja, ik had eigenlijk wel Moonwalker willen spelen. Nou, en dan zat je daarmee. Dan moest je maar doorgaan met het spel wat je kocht. En nu is het wel makkelijk om te zeggen, nou, dan koop ik Moonwalker, want die had ik vroeger niet. Als ik ga retro gamen, ga ik meestal wel echt er ook voor zitten. 2-3 uurtjes als het kan, s'avonds. Dat vind ik lekkerder, want dan kun je er echt helemaal even instorten. Mijn kinderen die zijn helemaal aangestoken door mij. Helaas. En ik heb een zoontje van 6 en eentje van 2. Nou, die van 6 die weet ze weg al wat te vinden met de PlayStation. En die snapt soms nog niet helemaal die retro games. Zijn vader ziet er wel een beetje oud uit, hoor, je oude Mario. Maar die van 2 vindt juist die retro games heel leuk. Ik denk omdat het misschien wat simplistischer ook is. En die is helemaal gek bijvoorbeeld van Ghostbusters. Dus dan speel ik de oude Ghostbusters op de Mega Drive. Nou, dat vindt hij dan helemaal geweldig. Ik heb heel weinig vrienden die retro spelen, die snappen dat ook niet helemaal. Dus ik ga wel op de PlayStation dat FIFA spelen, wat dan ook. Mijn broertjes hebben nog wel dat beetje die nostalgie voor retro games. Maar ook die komen dan hier en dan gaan we een avondje even wat een trip down memory lane, zeg maar. Dan speel ik even Wave Race weer een paar rondjes met ze. En dan stoppen we weer en doen we eventjes Pit Fighter of zo. Hoe erg dat spel ook is. En dan is het gewoon voor hun meer even leuk om een paar uurtjes dat te doen. En dan is het dat ook geweest. Dit is mijn ruimte. Mijn hokje, of een gedeelte van een hokje. Ik noem het niet game room of zo. Ik weet niet waarom. Misschien komt het ooit nog eens als het echt af is. Ik bedoel, hier zou al gipsplaatjes en dat soort spul tegenaan moeten en opknappen. Maar ja, goed. Het is allemaal van die projecten, hè. En die kosten natuurlijk allemaal geld en dat geeft niet. Maar ja, soms moet je keuzes maken. En een nieuwe badkamer gaat dan eerder dan dit, zeg maar. Maar goed, dat geeft niet. Het is voor de rest... Het is goed vertoeven. Beetje koud. Het is een beetje koud. Ik denk dat het 13 graden hier is nu. Dat heb je dan wel. Maar ik zit hier wel vaak. Dat wel. Het is niet... Ik game hier niet heel veel. Maar ik ga hier vaak wel zitten. Pak stoel, die draai ik om. Dan ga ik zitten en dan ga ik gewoon rondkijken, zeg maar. En dan... Van, oh ja, dat heb ik. En dat is een toffe game. En
Of dan pak je eventjes een keer iets. Ik zou nu niet weten wat, maar dan... ja, weet niet, soms denk ik van, oh ja, Doom voor de PS1. Oh ja, dit was wel een goede game, ja. En dan bekijk je het hoesje nog eens een keer en dan zet je hem weer terug. Dat doe ik dan wel. En dat is dan denk ik 3-4 keer in de week of zo dat ik hier wel zit. Even, al is het maar 10 minuten. Het is ook omdat het op zolder is. Ondanks dat je wel verwarmingsketel hangt hier en dat soort spul, is het wel stil. Ik weet niet, dan hangt hij altijd een bepaalde soort stilte. Die vind ik wel lekker. En dan ga ik hier gewoon even zitten. Even ontspannen. Ja. Lekker man. Dat vind ik goed. Het is best luxe als je zoiets als dit hebt, zeg maar, als je een game room hebt. Ik vind op zich is dat best een luxe. Ik bedoel, je moet de ruimte hebben, je moet de spullen hebben. Als je samenwoont, moet degene waarmee je samenwoont, moet het accepteren dat je dat daar neerzet. Hè? Dus op zich is het best luxe dat ik dit heb. En dan dacht ik wel eens van, ja, het is gewoon zonde dat ik er niks mee doe. Dus ik heb mezelf ook wel eens gedwongen. Dat klinkt heel raar misschien, maar dan mezelf gewoon, oké, weet je, ik heb zoveel PlayStation 1 games staan, ik begin gewoon bij de A en ik ga gewoon kijken en dan ja, kom je ergens staat Alundra of hier Ape Escape. Ja, super toffe game, Ape Escape, heb ik echt een hoop lol aan beleefd vroeger. Ik denk, ja, ik ga gewoon een avond zitten en ik ga gewoon weer Ape Escape spelen, want dat is tof. En dan ga ik zitten, neem ik wat drinken mee. En dan zit ik heel de avond en dan maken we eens plezier. En dan, ja, of als er mensen komen, maar dat is niet zo heel vaak. Als je in een uithoek woont, wat ik dan redelijk doe. Dan gebeurt dat ook niet zoveel. Maar ik heb wel gehad dat er mensen hier kwamen een weekendje. En ik zeg, gaan we even naar boven. En dan is het in één keer 3 uur 's nachts. Ja, dat gebeurt wel. Ja. Dat gebeurt wel. Maar het is niet zoveel. Het is niet zoveel. Nee, dat niet. Kijk, hier staan 2 kasten. Ik weet uit mijn hoofd niet. Volgens mij zijn het er rond de 8.500-900 of zo. Toen ik begon met verzamelen, of in ieder geval met iets, hoe je het dan ook wil noemen, toen ging ik naar een retrobeurs. Toen had ik een onwijze lijst mee met dat ik dacht van, oh, dit wil ik gaan verzamelen. Dit is cool. En dan loop je daar en dan zie je zoveel tafels en zoveel mensen die spullen verkopen. Het is gewoon te veel. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden. Ik moet focussen op iets. Ik moet één ding hebben. En toen dacht ik, oké, welke console heb ik de meeste plezier aan beleefd? En dat was toch wel de PlayStation 1. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daarmee beginnen. En ja, sommige mensen kunnen zich dan aan één ding houden. En dat is bij mij niet gelukt. Ik merk toch dat voor mij de lol is als ik het in het wild kan vinden. Het is namelijk helemaal niet moeilijk om een volledige PSP of volledige PlayStation 1 verzameling te krijgen. Als je maar geld hebt. Maar daar gaat bij mij de lol ervan af. Ik bedoel, ik heb wel titels staan. Ik heb ergens Tombi staan bij de T. Tombi 2. En daar heb ik dan met een ruil erbij, heeft me dat onderaan de streep misschien 90 of 100 euro gekost. Ik heb die game 2 minuten gespeeld. Ik denk, ja, voor die 100 euro kan ik ook een nieuwe game kopen die over een week uitkomt, waar ik misschien 80 uur in ga steken. Ja, wat heb ik dan liever? En dan, ik vind voor die oude games, en er zijn games bij, daar betaal je 300-400 euro voor. En die zetten mensen dan in de kast. Dan denk ik, ja, als dat dan zeg maar de stempel verzamelaar is, dan ben ik geen verzamelaar. Dan maar niet. Weet je, dat is... Nee, daar begin ik dan niet aan. Dus ja, ik weet het niet. Ik verzamel gewoon, als ik het zie en het is een leuk bedrag, dan neem ik het mee. En of dat dan een rommelmarkt is, of een kringloopwinkel, of een beurs, of wat dan ook, dan pik ik het gewoon op.
Mijn vader die had als kleine jongen had hij één advies voor me. Ga leren programmeren met zo'n Commodore, ga er wat mee doen. Want daarmee kun je later goed je boterham verdienen. En dat is ook gewoon waarheid geworden. Zo'n Commodore 128, dat is trouwens op zich wel grappig. Toen mijn ouders onze Commodore 64 gesloopt hadden met Crackout en David's Midnight Magic. Want dat waren de twee spelletjes die mijn ouders altijd speelden. Toen zei mijn ouders, nou dan kreeg jij die Commodore 128. Dus dat ding heb ik toen gekregen. En die heb ik al die jaren van 87 tot 93 was dat mijn primaire systeem. En dat is dan een stuk nostalgie wat zo erg in je DNA verweven zit. Die wou ik gewoon terug. Dus ik heb een aantal keer heb ik bijna alles opgeruimd wat ik ook maar had. En ik heb ook niet altijd een 128 gehad. Maar toen we hier kwamen zitten en toen ik dacht van ik ga hier een game room van maken, was wel het eerste wat ik deed, kan ik weer een Commodore 128 kopen. Het liefst zoveel mogelijk en zo breed mogelijk accessoires erbij. Zodat je gewoon echt, als je het hebt over Commodore, gewoon een lekkere dikke setup neer kan zetten en daar gewoon lekker op kan gamen. Er zit een kaart bij, een leuk boekje en natuurlijk, zoals het bij Collector's Editions hoort, een schatkist met edelstenen. Deze was wel redelijk aan de prijs. Over €60 dat ik hiervoor betaald heb. Maar dit is ook een productie. Het is de eerste Commodore 64 game die ook nog een wereldkaart heeft bij een platformer. Maar dit is echt ongeëvenaard als je Commodore 64 kijkt naar het niveau van de graphics. Ook dit soort dingen. Je bent nou een piraat en dan heb je een zwaard. Een beetje Kirby-achtig eigenlijk. Alleen hoef je de vijand dan niet op te zuigen, maar vind je gewoon pakjes. Je hebt munten om te verzamelen in een level. Je hebt deuren waar je naar optionele of geheime gebieden toe kan. Het is qua... Je ziet, een Commodore 64 heeft natuurlijk een beperking qua geheugen. En dat zie je ook heel vaak terug in de gameplay. Dat de gameplay wel vrij... Het is wat je ziet. En voor de rest is er niet heel veel ruimte voor allerlei spectaculaire extra's. En dat is bij deze game wel echt significant anders. Hier hebben ze wel geprobeerd om alles in zo'n game te stoppen wat ze er maar in konden bedenken wat erin paste. En in tegenstelling tot iets als Cyberpunk was dit ook wel gewoon af toen het uitkwam. Ik denk dat het eigenlijk allemaal begonnen is met de gedachte om met mijn neefje of met mijn zoon die er dan nu aankomt. Om dan later een keer te kunnen gamen zoals ik dat vroeger deed. Dus ik speelde vroeger met mijn twee broers ook wel gewoon de oldschool Nintendo. Maar de GameCube, is hem wel geworden voor mij. Ik vind dat gewoon een hele toffe console. Vind ik ook toffer dan de Nintendo 64. Misschien vloek in de kerk, maar ik weet niet wat dat is. Het is echt een bepaalde
bepaald gevoel dat je krijgt bij die games. Ik vind de graphics meer dan acceptabel. Ook veel beter dan bij de Nintendo 64. En die hebben gewoon hele toffe games. Niet de grootste library, maar wel echt gave games. En dat is een beetje uit de hand gelopen, zou ik zeggen. Maar ik vind het gewoon een fantastische hobby. Het is gewoon heel leuk. En het leuke eraan is ook het ernaar kijken. Ik hoef ook niet per se te spelen. Daar heb ik ook niet altijd tijd voor. Ik vind het gewoon mooi om mooie titels te hebben. En vast dat ik ooit een keer beu ben en dan gaat alles ineens weg. Maar dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Maar ja, dan zit ik gewoon zo en dan een kopje koffie erbij. En dan zit ik gewoon zo een beetje zo te kijken en dan denk ik van, oh ja, shit, die games mis ik nog. Of, die heb ik al. Waarom zit die hier? Of, hoeveel plezier heb ik daar nou van? Of dan zit ik even onderzoek te doen naar of er nog meerdere versies van zijn. Of dat er andere versies zijn. Of ja, waarom, nu heb ik wel die drie, maar zit daar ook verschil in verder? Dit spel is ook weer zo'n goed voorbeeld. Daar heb ik het eerste deel had ik wel van. Maar ja, dan moest ik op een gegeven moment het tweede spel hebben. En die heb ik dan op een gegeven moment had ik die als game only gekocht. Maar toen kwam ik hem tegen gewoon zo, compleet. Ja, dan koop ik die. Ja, dan heb ik deel 2 en deel 1. En ik heb volgens mij ergens ook nog een ander deel ervan. Ja, dan moet je zo'n subcollectie compleet hebben. Ja. Het is eigenlijk absurd, want ik ga het ook niet spelen. Maar ik wil dat dan gewoon hebben. Ik kan toch niet Mario 2 hebben zonder Mario 1? Dat kan toch niet? Dat is onacceptabel. Ja. En zo heb je dan kasten vol op een gegeven moment. Ja. Oh, hier zie ik ook Pokémon Sun. Daar moet ik eigenlijk ook Pokémon Moon voor hebben. Terwijl ik die wel al digitaal heb. Eigenlijk is het ook absurd. Maar het is zo verslavend, maar niet... Niet slecht verslaafd. Een ding dat heeft geen technisch hoogstandje verder. Het is gewoon een lege huls. Knopjes doen niks. Maar dan pak je de retro oldschool controller. Die schuif je hier zo in. Als het goed is. Klik en nu heb je ineens een joystick. Deze heeft mijn vriendin dus een keer voor mij gemaakt. Voor mijn verjaardag. Heeft ze heel wat uurtjes ingestoken en heel wat stof. Hier zie je volgens mij voor een groot deel Zelda. Het kasteel van Super Mario 3 als ik me niet vergis. En nog wat wapens. Dit is Toki voor de Switch. Die is ook nog steeds gesealed. Heb ik toen voor 20 euro in de winkel kunnen kopen, geloof ik. Toen was hij echt aan het eind van zijn lifecycle. Een Nintendo retro doos. Er zit dan... Er zitten allerlei snoepjes in en voor mij speelt, maakt hij ook geluid. Dit is de Famicom editie van de Game Boy Advance SP, de clamshell. Dit is de eerste Game Boy Advance die ongeveer uit is gekomen. Dat is tegenwoordig een standaard, denk ik. Nou, dat is de Game Boy Micro. Ja, echt een super klein apparaat. Dit is een van mijn favoriete consoles überhaupt. Is ook lekker stevig nog. Is allemaal metaalachtig. Ja, heel cool. En dan zeker als je een Zelda spel in hebt ofzo. Dan is het ook alleen maar vetter. Ja, dit is wel een van mijn favorieten. Het item waar ik het meeste geld heb voor betaald, dat moet bijna wel de M82 zijn in de kiosk samen. Die waren wel prijzig. Maar ja, zeg ik, die zijn heel zeldzaam en ik vond het zo'n tof apparaat om te hebben. En het was, ja, die kans krijg je nooit meer. Dus daar heb ik wel iets meer voor betaald dan de rest. Het bestaat uit dus de kast zelf en dit is echt de unit zelf, het hart van de kast. Nou goed, en dan ja, als je als klein kind, dan kon je een spelletje proberen voordat je je zuur verdiende centen uitgaf aan iets. En er zijn er niet zo heel veel van. Heel veel geluk gehad dat ik deze kon overnemen van twee mensen op het Buttonbashers Forum. Dus daar was ik heel blij mee, want ik vind het wel een eyecatcher ook hier in de studio. En het is gewoon echt een stukje Nintendo geschiedenis. Ik kwam natuurlijk wel op een moment dat retro gaming heel duur was.
zo, ja, begin 2012, 2013, toen was het nog wel oké. Maar de laatste jaren is het echt enorm gestegen qua prijs. Vooral een aantal titels die je dan misschien nog wel wilt hebben, maar die laat ik gewoon voor wat het is. En dat, ik hoop misschien dat ooit in de toekomst een keer die een prijs dalen, en dan koop ik het wel. Maar ik ben niet meer zo actief op zoek als een paar jaar geleden. Want zoals ik al zei, het meeste wat ik echt zocht, dat heb ik wel. En vroeger had ik natuurlijk wat de game magazines. Dan zag je wel plaatjes en ja, die vergeet je dan weer. Maar dan heb je van die filmpjes bijvoorbeeld van, weet ik veel, GameSack of zo. En dan gaan ze dus 20 games die je nog nooit hebt gespeeld, omdat die alleen maar in Japan zijn uit, of in Japan zijn uitgekomen. Ja, en dan ga je daarin verdiepen. Denk je, oh, lijkt me ook wel wat. Nou, dan koop je een paar PC Engine games. Want ik was helemaal totaal niet bekend met die library. En ja, dan ga je steeds verder down the rabbit hole, zeg maar. En dan, ja, dan kom je toch weer hele toffe dingen tegen van games. En ik vind, dat had ik vroeger nooit kunnen bedenken dat dit bestond. Voelt het ook zo dat je echt in een rabbit hole zat? Ja, dat wel. Ik moet wel zeggen dat ik de laatste jaren wel iets rustiger aan ben gaan doen met retro kopen. Omdat ik eigenlijk alle titels die ik wil hebben, die heb ik nu wel. Ik ben nu 44 en ik heb eigenlijk vanaf volgens mij mijn zesde of zo gegamed. Echt op hele oude systemen destijds. We gaan terug naar Atari 2600. Van die Pong-machines heb ik nog gehad in de tijd dat ze een beetje hip waren. Commodore 64 daarna. En zo ben ik eigenlijk doorgegroeid naar alles wat daar daarna gekomen is. Maar ik heb eigenlijk altijd wel gegamed, ja. Het is een van de hobby's die ik heb. Maar het is een hobby en het is een hele slechte reden. Maar omdat het een hobby is, doe ik het. En ik haal er ook wel plezier uit, hoor. Ik gebruik het niet om te ontsnappen of zo uit de werkelijkheid. Dat is het niet. Het is niet dat als ik nu hier zo'n game gaan zitten spelen, of waar dan ook, dat ik denk, oké, nu vergeet ik even al mijn zorgen of zo. Dat is het niet. Het is vermaak, het is ontspanning als ik dat wil. Als ik denk van, ik wil gewoon even relaxed zitten en niet iets doen wat moeilijk is, zoals de hele dag misschien werk is. Dan kan ik daar een game op uitkiezen. Maar als ik denk van, ik heb even zin in excitement of in iets wat moeilijk is om uitgedaagd te worden, dan kan ik daar ook voor kiezen. Ik denk dat het die veelzijdigheid is of zo, die dan, ja, die dat doet. En voor de rest, nu iets minder, maar voorheen bestond mijn hele dag uit gamen. En schreef ik over games. Ik speelde games om te reviewen, dus het was een soort werkachtig iets. Er was eigenlijk, bestond de hele dag door uit games. Het zoeken naar nieuws. Dus ik deed eigenlijk niks anders dan, nou ja, wel gewoon werken. Maar dat was alles was eigenlijk games. En dat is nog wel zo een beetje. Je kan wel games ontdekken van vroeger die je nog niet hebt gespeeld. En er staan er genoeg die ik nog nooit heb gespeeld. Maar toch grijp je heel vaak weer terug naar iets wat je al wel gespeeld hebt. Omdat dat is dan toch die nostalgische waarde wel. Ja. Ja. Deze doet het wel gewoon. Ik heb wel echt geprobeerd om hier rust te creëren. In plaats van wat je aan de andere kant hebt. Dat je daar echt een collectie hebt. Veel kasten met heel veel spullen erin. Heb ik hier geprobeerd om een uitstalling te creëren. Dat je hier gewoon kan gaan zitten. Televisie aan. Willekeurige console aan. En dat je gewoon lekker kan gaan zitten gamen. Ik heb dan geen bank. Maar dual chair co-op. Dat vind ik wel leuk. Gewoon hier samen met iemand zitten en gewoon lekker fighter spelen of shoot-em-ups of noem het maar op. En gewoon elkaar lekker de hersens inslaan en een hele hoop lol hebben. Een van mijn lievelings shoot-em-ups is In The Hunt. Ik weet niet of je die toevallig kent. Ik kom daar niet voor bij level 2.
Het interesseert me helemaal niks, want ik vind dat spel zo vet dat ik gewoon elke keer level 1 en 2 speel. En aan het einde nog steeds denk, oh yes, wat is dit een geweldige game. En ik heb ook helemaal niet de behoefte dan om cheats erbij te pakken om te zorgen dat ik toch verder kom. Want ik kan ook gewoon YouTube openen en op YouTube een longplay kijken en dan zie je ook het hele spel. Maar zelf die ervaring hebben aan de knoppen zitten en dan toch op een gegeven moment misschien wel een keer level 3 halen. Ja, dat is voor mij wel wat gamen interessant maakt. Wat ik heel belangrijk vind in deze game room is dat het uitstraalt waar je van houdt. En dat is wat ik in deze kamer ook altijd nastreef. Het moet alles wat hier staat moet zijn, dingen waar ik van hou. Ik heb niet bij veel dingen dat ik echt iets wil verzamelen. En games vind ik gewoon tof, ook al speel ik ze niet zoveel. Ik heb ze vroeger wel veel gespeeld. Het is echt een beetje het aspect dat je steeds... Je begint met een kleine collectie en met dingen die je gewoon leuk vindt, die je tof vindt. En dan worden steeds groter en je ontdekt steeds meer. Je merkt ook dat er steeds meer toffe titels zijn of je komt ineens in een soort subcollecties dat je ineens denkt, oh dat is cool. Dat maakt het gewoon heel tof, dat je gewoon steeds meer dingetjes kunt afvinken of zo, denk ik. Zonder altijd psychologisch te worden, maar het is gewoon leuk om gewoon steeds meer van die games te hebben. Dat je denkt, oeh, die zou ik nog willen. En dan, oh yes, ik heb hem. En het moment dat je hem hebt, ik denk dat het voor mij althans het euforische moment is. Dus ik zie een spel, ik koop hem en dan komt hij thuis en dan denk ik, yes, ik heb dit spel. Het moet straks ook allemaal nog kwijt kunnen in een kleinere kamer. Dat wordt dan wel een dedicated kamer, want dit wordt dan dus op den duur twee kamers van voor de toekomstige kinderen. Vind je het jammer dat deze kamer dan, dat je een kleinere game room krijgt? Dat maakt het wel uit. Ja, dat vind ik wel jammer. Het scheelt wel dat ik niet een game room heb om te gamen. Ik bedoel, de tv staat daar, maar ik denk dat die al een half jaar niet aan is geweest. Maar voor mij is een game room gewoon het neerstallen. Dus ook dit soort kasten, ja, daar word ik gewoon vrolijk van. Ik ga naar een kleinere kamer, maar ik denk wel dat omdat dat dedicated zo'n kamer wordt, dat ik er misschien wel meer mee kan, ook al is ze kleiner. En mijn vriendin die is daar ook enorm constructief in. Die zegt ook gewoon van, wij gaan een keer gewoon goed kijken naar hoe je dat het mooiste kunt doen, het tofste kunt doen. Wel naar mijn smaak, want het is ook uiteindelijk mijn hobby. Natuurlijk is het jammer, want hier kun je gewoon meer doen. Als je meer ruimte hebt, kun je het bepaalde dingen meer aandacht geven. Meer spotlight, meer highlighten. Aan de andere kant, ook met kleine ruimte kun je ook wel efficiënter omgaan. Dus ja, het is ook wel weer leuk om weer opnieuw de collectie neer te zetten. Het is wel anders geweest. Ik heb nu hier heb ik een hele rij, ja, daar ligt een Amiga uit elkaar vanwege een projectje met iets wat ik aan het inbouwen ben. Dus... En dan wacht ik op onderdelen, maar met COVID is dat allemaal een beetje lastig. Dus vandaar dat die een beetje open ligt. Maar ik heb hier nu één rijtje waar twee tv's staan. Maar ooit was het anders. Ooit was het een hele U die zo stond. En had ik in totaal met die demopods die hierachter staan, had ik 13 tv's hier staan. En het idee toen erachter was, alles moet ten alle tijde aankunnen tegelijkertijd. Als ik hier met 6 man boven zit en één wil NES spelen, de andere wil Dreamcast, de andere PlayStation 1, Amiga, Commodore 64 en de ander wil PS2 spelen, dan moet het allemaal tegelijkertijd kunnen. Dan kan je wel zeggen, als het allemaal aanstaat, dan is het een cacophonie van kabaal. Want dan is het net een arcadehal van vroeger. De tijd is niet geweest. Het is niet zo dat ik het niet leuk meer vind of zo. Of dat ik denk van, ik ga geen PlayStation 1 game meer spelen, want dat doe ik nog met liefde. Dat is het niet. Wat er moet gebeuren is dat ik gewoon zelf meer tijd heb. En volgens een kameraad van mij heeft iedereen evenveel tijd en gaat het om prioriteit. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel leuk. Maar zo werkt het leven natuurlijk niet meer. Als je naar school gaat en je gaat 's ochtends om 8:30 naar school toe en je bent om 3:00 klaar. Je hoeft voor de rest van de dag niks meer. Heb je meer tijd. Maar... ja, die tijd is gewoon minder. Ik weet het niet wat er zou moeten veranderen dat ik hier meer ga zitten. Misschien toch als je het opknapt. Dat je denkt van ja, weet je, nu moet er echt een keer, moet het gaan gebeuren, zeg maar. Maar ja, aan de andere kant, als ik hier op deze stoel ga zitten en ik zit
die Xbox aan of die GameCube. Pak die controller, zie ik toch niet wat er om me heen gebeurt. Dus wat maakt mij het ook eigenlijk uit? Maar ik weet het niet. Ik denk dat het niet zo snel gaat gebeuren. Denk ik. Het is gewoon leuk voor de heb. Onder andere. Het klinkt heel decadent natuurlijk. Kijk, ik wil niet zeggen een mega grote collectie hebt, maar... Ja, als je ziet wat er staat, staat er genoeg. En dan zegt iemand, ja, het is leuk voor de heb. Ja, zo werkt het wel. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Zou jij jezelf omschrijven? Zou je jezelf als gamer omschrijven? Verzamelaar? Of... Ja, een beetje van beide. Je moet wel gamer zijn, anders ga je het niet verzamelen natuurlijk. Ik heb helaas wel heel weinig tijd om echt veel retro games te spelen. Want ik heb maar een uur of twee per dag om te kunnen gamen. En dan moet ik toch een keuze maken. En soms heb ik zin in retro en soms heb ik zin om even de nieuwe dingen te spelen. En als ik retro ga spelen, dan ga ik de kelder in. Want ik heb boven de nieuwe dingen staan. Noem je het zelf de kelder of noem je het de game room? Nee, de kelder / studio. Ja. Ja, ik zit hier meer muziek te maken dan de game, helaas. Het liefst eigenlijk wat ik zou willen is die muur daar, de uitbreken nog. Maar ik weet niet of het kan of het een dragende muur is voor het huis. Maar ja, dat is misschien wel iets voor later. Voor nu vind ik het wel even best. Ik heb nog genoeg te ontdekken, genoeg te spelen. Dus dat ga ik eerst doen voordat ik de volgende stap een keer ga zetten. Kijk, dat zijn alle zombie games op de PlayStation 2. En er was een moment dat een verzamelaar stopte en die had ze allemaal. En ik had er toen nog geen één. En toen zeiden mensen, ah, je bent gek als je dat nu niet koopt, want die komen maar zo weinig voorbij. Uiteindelijk heb ik deze full price gekocht. Omdat ik had zoiets van, op een gegeven moment moet je daar toch je keuzes in maken, wat ik net ook uitlegde. Maar deze heb ik allemaal voor een prijs kunnen kopen. Waar je ze normaal gesproken, als ik nu op eBay ga kijken, dan kan ik ze gewoon voor het tienvoudige verkopen wat ik er ooit voor betaald heb. En dat is wel ook wat ik echt heb geprobeerd om zo lang mogelijk vol te houden met het verzamelen van die PlayStation 2 set. Dus dat je gewoon dingen voor een prijs interessant kan houden om het aan te schaffen. Nou, het exacte aantal moet ik je schuldig blijven, maar het zijn er meer dan 2500. Wat hier aan games staat. En dat zijn niet allemaal unieke games. Want op een gegeven moment had ik het briljante idee samen met mijn zoon. Van we hebben hier een hele grote ruimte. En hoe kunnen we nou relatief simpel en goedkoop zo'n ruimte een beetje interessant gaan vullen. Je kunt natuurlijk een Super Nintendo collectie beginnen. Dat is hartstikke leuk. Maar dan betaal je gewoon 40, 50 euro voor een spelletje. En dan heb je alsnog niks. Die PlayStation 2 kwam je gewoon voor een euro per stuk bij de kringloop tegen. En dan rij je diep en er zijn zoveel games voor, want er zijn binnen PAL-regio 2400 unieke games ongeveer. Laten we gewoon eens kijken wat we daarmee kunnen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik heb nog 96 games op mijn lijstje staan. Alleen zijn het vaak games van discutabele kwaliteit, die niet een discutabel bedrag kosten om ze aan de collectie nog toe te voegen. En dat maakt het voor het laatste stukje best wel ingewikkeld. Waar heb je het dan over? Dan heb je het bijvoorbeeld over Springdale. Dat is een paardrijspel wat alleen in Scandinavië is uitgekomen. En dan heb je het over 300 euro. En dat, denk ik toch van, daar kun je ook een hele hoop andere leuke dingen van doen. Dus vandaar dat die al is blijven staan tot dit laatste stukje. Maar dat ik zelfs nu nog, daar moet je dan echt wel even over nadenken. Overigens is het geld daar ook voor. Als je nu op eBay gaat kijken, kun je hem gewoon niet vinden. Dus zoals zou ik hem nu willen kopen, dan... heb ik alsnog daar geen optie voor me. Maar je werkt er nog wel naartoe. Je zou wel een complete willen hebben. Ja, dat is nu wel het doel, ja. En als ik ook besluit op een gegeven moment van ik ga het toch niet afmaken, ja, dan is het maar niet anders. Maar dan ga ik waarschijnlijk weer wat anders verzinnen om te verzamelen. Dus...